Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Voetbalmanager 2022 De Beta, waar wij het op gaan nemen tegen Olympique Lyon. In Lyon. Dus dat wordt spannend. Nou, ik ben niet helemaal content met de performance van Götze, dus die is eruit. Gakpo is op de weg terug, dus soms als je ze dan op de bank zet, dan wil dat nog wel eens wat helpen. We gaan het dus gewoon doen met de normale basis waar we ook mee van Twente gewonnen hebben. Behalve dus dat Veerman nu op de 10 staat. Niet echt helemaal zijn positie, maar goed. Hij moet het in principe wel kunnen. Bij Heerenveen staat hij erbij, maar ook. Dus zo doen. Deze aflevering worden ook weer 3 wedstrijden over. Dat weten jullie vast. Prima natuurlijk. Nou, er staan een hele lap wat ik allemaal kan vertellen, dus ja, ik snap niet waarom wij lofzang hebben, want zo goed gaat het niet. Maar ik zal erop drukken. En iedereen is gemotiveerd. Nou, wat wil je nog meer, zeker tegen Olympique Lyon? Dat is natuurlijk niet de slechtste ploeg. Nou, op een of andere reden slaat hij de rest van de voorbeschouwing over. Dat is jammer. Voor de mensen die het graag willen weten, in de Champions League heeft Ajax verloren van Bayern 2 dagen geleden in het veld dan. Die staan nu derde in de pool. Die zouden dus zomaar de Europa League in kunnen stromen. Ik zou bijna twijfelen dat ik de highlights uit heb staan, maar dat is heel gek. Want na Twente heb ik verder niks meer gedaan. Sta gewoon eraan. Nou, dan is er in de eerste helft dus gewoon niks gebeurd. Ja, ook prima. Ook gewoon allebei 0 schoten op doel, dus misschien klopt het. Wij krijgen een inworp hier. Die gaat ver ingegooid worden, dus die gaat naar de doelman. Ja, is jammer, maar we hebben in ieder geval een highlight. Anders wordt dit een hele korte aflevering, ondanks de 3 wedstrijden. Ja, je mag er wat mee doen, Lopez, dankjewel. Wordt weggekoopt door Bosagli, maar komt dus wel bij Shaqiri. Die aardig dicht langs het lijntje loopt, maar hem dus verdacht prettig binnenhoudt. En die schiet en die is verdrommel. Die is niet verdrommel, hij ging gewoon over. Ook goed. Hebben we weer een verre inworp, daar deden we dus net niks mee. Daar gaven we zelfs een kans mee weg. Maar je weet nooit, gaat naar Vinicius. Komt bij Prupper. Wordt een beetje weggegleden door Paqueta. Maar goed, we hebben de bal nog in de ploeg, dus dat gaat al beter dan net. Prupper die daar een soort van getackled werd door de keeper, de scheidsrechter, sorry. Bal gaat terug naar Drommel, soms is dat heel wenselijk, achteruit spelen om vooruit te komen. Krijgt hem wel bij Max, gaat naar Maduweke en die komt hem nog binnen, ook uit tegen Lyon, staan we gewoon op voorsprong. Nou, ik weet, ik weet nu al niet meer wat ik moet doen om dat vast te houden. Lyon heeft nog niet echt pogingen gedaan, dus als Lyon gewoon blijft spelen hoe ze spelen, is er niks aan. Maar goed, een korte uittrap van Lyon. Ik dacht toch vroeger dat de bal bij een uittrap het penaltygebied moest verlaten. Maar goed, blijkbaar is dat niet meer het geval. Ik zie ook hier deze niet echt enthousiast verdedigen. Nog steeds de bal voor Olympique Lyon, dat is gevaarlijk. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat het misgaat. Maar via Drommel toch de lat, dus dat is winst. En een hoekschop, nee, verre inworp voor deze. Nou, daar doen we dus wel eens wat mee, kom op! Ah, dat had wel een doelpunt mogen zijn. En nu is Shaqiri los met 2 man van ons achterin. De 3 man van Olympique, 4 man die eraan komen, die zijn ook wat sneller dan wij zelf. Nou, daar geven we dan een vrije trap weg. Dat vind ik nog wel een soort van logisch misschien ook. Moeten ze er alleen niks uithalen.
En Drommel die er toch op zit. Dat is lekker. Er komt een hoekschop bij. Die krijgen we te zien. Dus dat is dan ook weer vervelend. Maar die wordt weggekocht door Van Ginkel. Wordt dus een inworp. Krijgen we die dan ook nog te zien? Nee. Nou, einde potentiële gevaarlijke situatie. Philip Max is wel een beetje op. Maar ja, een andere linksback heb ik niet bij me. Dus die heeft pech. Nou, goed. Hier de tackle van Ginkel gaat naar Madueke. Ik ga gewoon even via hier naar Hamburg-Zaken die gewoon op links zetten. Dus Bozaki naar links, dan kan Obispo gewoon invallen. Is in principe een prima speler. Nou, wie hebben we nog meer redelijk moe? Ja, iedereen. Dus gewoon afwachten tot wanneer ze er echt niet meer fit uitzien. Nou, maar de Weken die geeft de bal op Veerman. Die als nummer 10 toch niet helemaal bij de middellijn zou moeten staan, maar oké. Okay. Maar de Weken lijkt daar af te moeten remmen voor deze en is ook gewoon gelijk de bal kwijt. Dus dat is uitermate teleurstellend. Hier Bozakli, die natuurlijk nu nog wel als centrale verdediger acteert, gaat naar Richu Doan, wordt voorgegeven op Madueke en die kopt op de lat. Dan wel op het net, maar in ieder geval over. Is toch jammer. Dit zou echt de grootste scoop zijn ever als wij het halen om die wedstrijd te winnen. Maar goed. Hier Teese naar Madueke, komt bij Veerman, gaat naar Venetius, maar die wordt ja, onderschept. Dat is vervelend, Madueke is ondertussen een beetje moe, dus die gaan we eraf halen voor Bruma, als ik hem kan vinden. Ik kan hem vinden, maar ik was ondertussen ook even naar Drommel aan het kijken, die gewoon weer een goede redding had. Dus ja, ik zou graag meer wissels doen, maar... Ja, het gaat me allemaal net iets te snel. Dus Sangaré die mag nog even meedoen. En dan mag Ryan Thomas nog even meedoen. En als het goed is, heb ik nog wel een wissel over. Dus dan mag Vertessen nog even meedoen. Joh! En dat waren mijn wissels. Nou, in één keer drie wissels, dat is ook spannend. Maar goed, we hebben nog 3, 2, 1 minuut. Dan hebben we nog 4 minuten extra tijd. We hebben gewoon gewonnen. We hebben een Europese wedstrijd gewonnen, jongens en meisjes, in een uitwedstrijd dan ook nog. Niet te filmen. Het eerste wat ik zo ga doen is het opslaan. Dit kan gewoon niet. Dit kan niet waar zijn. Dit is ongekend. Ongekend. Dit lijkt ook niet echt op mezelf, moet ik zeggen, maar goed. Ongekend, ja. Dus, we staan nu in groep A nog steeds derde. Dat is wel jammer. Maar goed, we hebben nu in ieder geval, ja, gewonnen. We hadden natuurlijk van Maccabi Haifa gewonnen, maar voor de rest ging het allemaal niet zo best. Dus we mogen nog thuis tegen Betis en uit naar Haifa. Ja, in theorie zou je ze allebei kunnen winnen als je uit kan winnen van Lyon. Maar goed, de volgende wedstrijd die jullie te zien krijgen is ook tegen Betis. En dan de Eredivisiewedstrijden tussendoor gaan we even missen. De derde wedstrijd die jullie te zien krijgen is uiteraard Heerenveen. Want een wedstrijd tegen Heerenveen zit altijd. Komt altijd online, dat moet ik zeggen. Dus voor jullie tot zo. Goed, daar zijn we weer twee wedstrijden gehad. Allebei gewonnen. Allebei vrij pover, moet ik zeggen. Maar goed, dat zullen we na deze wedstrijd laten zien. Wij gaan gewoon door met de wedstrijd tegen Real Betis. Is een thuiswedstrijd. Het goede nieuws is dat Gakpo weer terug is van zijn blessure. Het slechte nieuws is dat het 19-jarige wonderkind, ja, maar de weken andermaal geblesseerd is. Dus Bruma wou meer spelen. Nou, doe het maar even dan. De wedstrijd tegen Vitesse hebben we 2-0 gewonnen. Dat was een zeer dominante wedstrijd, maar we scoorden gewoon niet. En ik dacht daar, kijk, gaat lekker, want Ajax stond 0-0 in de 90ste minuut. Danny Blind.
Dus Ajax heeft ook gewonnen, dus geen punten goed gemaakt. En ik wou zeggen, ik heb de hoge punten uitgezet, maar dat heb ik helemaal niet. Maar er was gewoon weer niks te zien. Dus, hier Real Betis met een inworp van Bellerin. Gaat naar Willian. En Drommel. Is toch fijn om dat vaak te kunnen zeggen, dat Drommel die bal toch gewoon heeft. Verder nog een wijziging ten opzichte van de vorige wedstrijd. Is Van Ginkel is geblesseerd. Dus Veerman is weer naar achter en Gutsen staat er in de basis. Gutsen heeft het wel redelijk goed gedaan tegen Fortuna Sittard, wat wij 1-0 gewonnen hebben. Maar ja, echt bijster ging het niet. Nou, op basis van XG hebben we net als tegen Olympique Lyon de eerste helft allebei heel weinig gedaan. Maar gelukkig de tegenstander ook niet. Dus ja, het had erg gekund. Nou, Bozagli met een gele kaart, nu aan de bal, komt naar voren, gaat naar Vinicius, twee keer gescoord tegen Vitesse. Eén keer trapte hij de bal uit de handen van de keeper en dat mocht gewoon. Maar goed, ja, toen stonden we alleen over, dus het maakte heel weinig uit. Was ook in de 93ste minuut. Nou, dat hoeven we dan ook niet meer te laten zien, want ik heb het nu gewoon verteld. En ja, we spelen hier wel het balletje lekker rond. Maar ja, dan moet er nog wel even ook idealiter een doelpunt uitvallen natuurlijk. We hebben wel wat spelers in het strafschopgebied. Gaat naar Prupper en Prupper die schiet de bal tegen de paal en over. Dus een doeltrap heb je helemaal niks aan. Nou, Lyon doet wel wat ze moeten doen. Die zijn aan het winnen van Haifa. Hier een hoekschop waar we te weinig mee doen. Die kan wel teruggegeven worden. Dus Veerman met nog een kans om de bal naar de aanvallers te lepen. En Prupper die nu op de lat schiet. Was een goed schot, maar hij zit niet. Dus we hebben er weer helemaal niks aan. Nou, Gakpo die moet volgens mijn assistent maximaal 75 minuten spelen. Gezien wij twee vrije dagen hebben na de wedstrijd tegen Heerenveen, is dat ook nog wel spannend. De nieuwe trainers zijn ondertussen ook aangenomen. Seedorf is de nieuwe trainer geworden van AZ, terwijl wij op 1-0 achterstand komen. Het zag er niet uit als buitenspel. De lijnrechter liep ook al terug, dus ik verwacht dat dit gewoon wordt goedgekeurd, dit doelpunt. En dat is dan einde Europa League. Hij is goedgekeurd. Dus, nou, als hij dan toch is goedgekeurd, dan gaan wij ook gewoon wat spelers wisselen. Op links gaan we dan zetten Mauro Junior, die weer terug is van zijn blessure. Dan gaan wij centraal, want ja, Prupper had hij nog poging. Zetten we Gutierrez er een keer op, dat is ook wel leuk. Nou. Normaal als je veel wissels doet, krijg je dit beeld. Dat kregen we nu niet. We moeten natuurlijk wel Bozagli en Obispo dan omdraaien. Dus Jordan Theze is moe, kan ook nog wel gewisseld. Gutsen is moe, maar die kan niet meer gewisseld. Gaan wij ondertussen zeer aanvallend voetballen, aanmoedigen die handel. Het is toch jammer dat je dan stiekem probeert, zeg maar, wint, niet probeert, wint van Lyon en dan thuis ga je de boot in tegen Betis. Dat is toch teleurstellend. Zeker omdat wij wel gewoon kansen hebben gehad. Hier is de 2-0 van Andres Guardado, aangeven van José. En dat was het voor Europa, dus dat is jammer. Maar goed, gaat de tweede seizoenshelft wel sneller van. Een paar bekerwedstrijdjes is natuurlijk niet zo spannend als zes Europese wedstrijden. En hier ook nog de 3-0. Vorige keer dat wij onderuit gingen in Europa en drie dagen later een wedstrijd hadden, verloren we 6-0 van Ajax. Weinig veelbelovend. Een nieuwe trainer bij Heerenveen is misschien ook een mogelijkheid dat ze het dan beter gaan doen. Dat zou niet fijn zijn. Voor mij in ieder geval. Heerenveen staat 17e nu.
Dus effectief is dat een wedstrijd die wij gewoon moeten winnen. Maar ja, dan is het nog wel een wedstrijd die we niet direct winnen. We doen nog wel wat terug, maar ja, is te laat. Is nog waarschijnlijk buitenspel ook, want anders loopt de scheidsrechter er niet naartoe. De lijnrechter kunnen we nu niet zien. Als de lijnrechter blijft staan, weet je zeker dat het buitenspel is. Het is toegekend. Nou, het is fantastisch. Hebben we in ieder geval nog gescoord. En tot zover ons Europese toernooi. Nou, dus de wedstrijd tegen Maccabi hoeven we dan ook niet meer op te nemen. Dat is dan winst. Dus nou, hierna gaat het dan lekker af. Zoals we zien, Heerenveen, Adrie Koster. Adrie Koster heeft in de geschiedenis van hemzelf. Ja, precies. Ook bij PSV gewerkt, gevoetbald. Het zou fijn zijn als ik dan ook nog ergens kon zien waar hij getraind heeft. Maar dat schijnt in de geschiedenis toch niet te zitten. Dus, goed. Bij VVV gewerkt, RKC, Ajax, Club Brugge, Beerschot. Club Afrikaan, ik weet niet wat dat is, VfB Stuttgart. En daarna is hij met Bert van Marwijk meegewezen naar Saoedi-Arabië. En daarna is hij naar Willem II gegaan. Dus eigenlijk is dit gewoon een degradatiemanager. Nou, dat is voor Heerenveen die 17e staat natuurlijk in principe logisch. Maar goed, mijn persoonlijke voorkeur was dan toch Clarence Seedorf geweest. Dus. Het goede nieuws is wel dat we dan tegen Haifa ook gewoon niet meer echt ons best hoeven te doen. Wij hebben een vrij druk schema, dus tegen Haifa spelen daar gewoon 11 andere mensen dan anders. Veerman geblesseerd ondertussen. Ik weet niet of wij überhaupt 11 spelers hebben om in te zetten. Met de blessures die we op het moment hebben. Maar echt wenselijk zou het wel zijn. Veerman is 1 tot 2 dagen. Dat valt mee. Dan speelt hij niet tegen zijn oude club. Dat is jammer. Maar ja goed, is hij tegen NEC in ieder geval fit. Utrecht die 10e staat is eigenlijk ook verrassend niet hoog. Dat is ja, verrassend niet hoog dus. Maar dat zou ik niet aankomen. Maar goed, vandaag tijdens het opnemen vandaag, want het wordt opgenomen vrijdag. Gaat Heerenveen ook voetballen tegen Twente, dacht ik. Dus in de volgende aflevering ben ik mogelijk uiterst tevreden of super zagrijder. Dat ligt een beetje aan het resultaat. Maar goed, Vima gaat eraf. En Gutierrez wil ook meer wedstrijden spelen. Dus geniet ervan. Hebben we Prupper, Bruma die in de basis wil staan. Ik vind het allemaal gescheten, want met de week is toch geblesseerd. Ja, en Gutsen is niet fit. Dus kan Mauro Junior opdragen. Ja. Mauro Junior is niet helemaal wedstrijd fit na zijn blessure natuurlijk. Dus daar kunnen we misschien nog wat mee. Voor de mensen die het is opgevallen, heb ik nu het spel nog niet opgeslagen. Want met een beetje geluk crasht hij en dan kunnen we Real Betis overnieuw doen. Maar goed. Het was een hele interessante wedstrijd tegen Fortuna Sittard die wij 4-3 gewonnen hadden in de 99e minuut ongeveer. Echt extra tijd hoor je naarvan. Het stond 2-3, extra tijd. 3-3, hartstikke boos. 4-3 gewonnen. Ik denk nou, dat is mooi. Ja, toen kreeg ik het spel omdat ik tegen mijn assistent zei, zeg jij maar tegen de spelers waar je van vindt, want ik had er geen zin in. Toen moest ik het opnieuw doen en toen hebben we 4 keer gelijk gespeeld. Ja, ik had gewonnen, dus dan wil je daarna ook gewoon winnen natuurlijk. Dus ja, dat heeft even wat tijd gekost. Het eerste deel van deze aflevering is ook oprecht 1,5 uur geleden opgenomen. 2 wedstrijden tussendoor gedaan. Een beetje jammer natuurlijk, Bruma die hier op de lat schiet.
Dat was overigens ook een hat-trick voor Richie Doan. Dat was op zich leuk. Maar ja, daarna moest het allemaal opnieuw. Dus goed, Van Ewijk hier met de inworp naar Halilovic. Gaat naar Kongolo, die al geel heeft na 8 minuten. Dat is ook vrij goed. Wordt voorgegeven, daar is Drommel. Tegen Vitesse hadden wij zelf zo'n voorzet. En daar ging de keeper volledig onderdoor. Werd heel makkelijk ingekopt. Drommel met de uittrap naar Gakpo. Die kopte naar Vinicius. Gaat naar Max. En dat was de slechtste bal die ik ooit gezien heb. Jamie Kroes op doel, dat vind ik leuk. Ik zelf heb Mulder nog staan. Mulders contract loopt af, maar niemand wou hem kopen. Er was wel interesse voor. Ik heb Mulders contract ook eerst proberen te verlengen. Dat wou hij niet. Joh! Nou, voor alle headphone users, maar wel gemeen excuses. Maar wat was dat voor baggerpaas? Dus. Nou, wij zitten er dus deze wedstrijd niet op. Dat mogen duidelijk zijn. Woudenberg die speelt. Ik heb zelf Kaïp in de basis. Woudenberg is in principe aanvallend iets sterker dan Kaïp. Maar Kaïp is dan wat rustiger in de verdediging. Hier Moussaba die wij gehuurd hebben. Dat is op zich een leuk voetballertje. En in de kluts wordt hij weggewerkt. Gaat naar Bruma. Die kan hem op zich wel op Vinicius geven. Maar dan houden we verder niks over. Mijn spits die nu ook naar de buitenkant gaat. En dat wordt uitverdedigd. Ik zag niet door wie. Ik klikte erop en zag alsnog niet door wie. Maar de inworp deden we niks mee. Het was in ieder geval een entertaining eerste kwartier. Wel meer entertainment voor de Heerenveen fans dan voor die van ons. Maar oké, nou hier komt Woudenberg met de inworp. Aan de Kongolo die kopt hem uiteraard terug naar Woudenberg. Dat zie je in voetbalmanager vrij vaak. De inworp nemen die direct de bal terug krijgt. En toch wordt daar nooit op gedekt. Matsen in de basis, dat is ook vrij opvallend. Zeker centraal achterin, want volgens mijn staf is dat een betere middenvelder, maar goed. Matsen ook gehuurd, vroeger had Heerenveen de kwaliteit nog op het veld staan, zeg maar. De waarde in ieder geval van de club op het veld, ja, zo lang niet meer. Heel veel waarde hebben we ook niet, want het stadion is ook een sportstad Heerenveen. Dus, maar goed, genoeg over Heerenveen, hier komt Van Ewijk met de voorzet. En die wordt niet binnengekopt door Henk Veerman. Henk Veerman die verdacht weinig binnenkopt, IRL ook. Dus dit is dan wel realistisch. Maar goed, Bruma met de voorzet. Wordt weggekopt door Mats, gaat naar Stevinovic. Wij hebben echt volgens mij oprecht nog echt amper zelf iets gedaan in een highlight. Maar goed, Stevinovic met hakje naar Woudenberg. Dat is op zijn minst opvallend te noemen. Ga terug naar Matsen, die wel vaak bij het spel betrokken wordt. Donny van der Beek. Koning eigen doelpunten maken. En Moussaba, die daar de bal aan Veerman geeft en hem weer terugkrijgt. Ik zou zeggen, steek hem door. Maar dat deed hij niet. Al Hash, die vroeger anders heette. En het doelpunt ingekopt door Moussaba. Dus tweede treffer van het seizoen. Dus toch fijn dat ze dan een keer niet voor het eerst tegen ons scoren. Wij spelen wel tegen de nummer 17, hè jongens. Ik weet niet of we het door hebben, maar dit is ongekend. Je zou toch bijna weer met je waterflesje gaan gooien, of niet dan? Maar goed, ja, je kan niet altijd met waterflesje gooien, maar ik ga wel mijn handen in de lucht gooien. Hop, gas op die lorry. Willen we nog iemand wisselen? Niet per se. Er zijn zat spelers niet fit. Inclusief dus mezelf. Nou, dat was even een ding. Maar goed, ik ben er nog. Dus, Pruppen die moet eraf van de assistent. Nou, gaan we dat doen.
Zetten we Veerman erop, dat was een lichte blessure, ik ga in ieder geval nog even mee. En Bruma kan er ook wel af, gaan we heel even pauze zetten, zetten we Richard Doan erop. Gakpo eraf en dan zetten we Fodi Fofana erop. En dan krijgen we dit keer dit scherm wel en nu heb ik hem niet nodig. Maar oké, dan gaan we nu zeer aanvallend voetbal spelen, dan ga ik meer eisen. En anders word ik ook gewoon boos. Ook. Oh, we hebben een oorwissel. Nou, krijg de scheid. Vinicius met een prachtige actie waar we niks aan hebben. Hier komt Shophoff met de hoekschop. Veerman die werkte hem weg. Dat werd een beetje gek weggewerkt. Op afstand geschoten ging er ook nog bijna in door Arjen van der Heijden. Maar wij zijn hier gewoon aan het verliezen van Heerenveen. En ik weet niet wat ik erger vind. Het feit dat wij verliezen van Heerenveen. Of het feit dat ik het eigenlijk helemaal niet erg vind dat wij verliezen van Heerenveen. Maar goed. Ja, bagger. Ik kan in ieder geval de titel hergebruiken van de Johan Cruijffschaal aflevering. Enorm enthousiast, totale deceptie. Dus, goed, wat hebben we erover te zeggen? Nou, dat ik wel eigenlijk ontslagen zou mogen worden na zo'n ontiegelijk teleurstellende groep wedstrijden. Pak je gewoon een 1-0 hè, tegen Lyon. En dan, oh, ik dacht dat Vinicius twee keer had gescoord. Nou, dat dacht ik dus fout. Nee, dat was een wedstrijd later. Ah, oké. Okay. Goed, maakt niet uit. Nou, we hebben ook gewoon niet gescoord. Dat gebeurt ook niet vaak, dat we niet scoren. Tegen Ajax hebben we niet gescoord. En tegen Celtic hebben we niet gescoord. Dus, is gewoon bagger. Gewoon bagger. Dus, wat we dan uit gaan zenden is zeer waarschijnlijk Utrecht thuis. Want Utrecht thuis is op zich wel meestal een leuke wedstrijd. En eigenlijk voor de beker, want de beker zenden we altijd uit natuurlijk. En misschien dat we er een drie wedstrijden per afleveringen van maken met een thuiswedstrijd tegen Ajax. Pakken we daarna heel februari mee. Lijkt me prima, ik zeg tot dan. Bedankt voor het kijken allemaal. Als jullie nog niet alle video's gezien hebben, check even de afspeellijst. Er staan leuke video's in hoor. En er staat gewoon een rood balkje onder hè, als je hem gezien hebt. Mocht je iets anders willen kijken, ook top, staat ook links. Gewoon een klikje op. Meer views, hartstikke fijn. Je kan ook subscriben natuurlijk. Dat staat op rechts. Klik op het logootje, komt het vanzelf in beeld. Het was me waar genoegen. Ik doe jullie de vriendelijke groeten en tot de volgende!